welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik aan je laten zien hoe ik op een budgetvriendelijke manier mijn kwasten schoonmaak. Het is super belangrijk om je kwasten schoon te maken. Het is net zo belangrijk als het reinigen van je gezicht. Dus daarom ga ik aan jou laten zien hoe ik op een makkelijke en effectieve manier mijn kwasten goed kan schoonmaken en goed kan desinfecteren. Dus als je benieuwd bent naar hoe ik mijn kwasten schoonmaak, blijf dan vooral kijken. Wat heb je nodig? Je belachelijk smerige kwasten. Een bord. Twee handdoeken, vaatwasmiddel en olijfolie. Ja, zo smerig zijn mijn kwasten. Ik heb ze al een tijdje niet meer gewassen, don't blame me. Als eerst voeg je je vaatwasmiddel toe. Dit mag volledig naar jouw eigen keuze. Vaatwasmiddel verwijdert alle olie, alle make-up en doodt alle bacteriën. Nadeel van vaatwasmiddel is weer wel dat het de haren uitdroogt van je kwasten. Daarom moet je olijfolie toevoegen, want dat reconditioned, herconditioned weer de haren van je kwasten. Leg alvast een handdoek klaar waar je straks je kwasten in kan laten weken. Nu moet je het mengsel met elkaar mixen. Zorg ervoor dat je echt overal het mengseltje mengt in je kwast. En blijf het goed mixen op de palm van je handen totdat het begint te schuimen. Dit is enorm belangrijk. Shape je kwast altijd. Ook na het inweken, want anders is er een kans dat je de vorm gaat verpesten van je kwasten. En dit is wat je moet doen bij al je kwasten totdat je helemaal klaar bent. Zorg er dus voor dat je kwasten apart legt op een handdoek, zoals je ziet dat ik nu aan het doen ben. En dan kunnen ze goed en mooi inweken in het mengsel. Hoe langer ze inweken, hoe beter alle vieze olieën en make-up eruit losgaat. Laat nu even minimaal 10 minuten je kwasten inweken. Dit zorgt ervoor dat het mengsel goed kan intrekken in de haren van je kwasten. En nu is het tijd om eindelijk je kwasten te gaan wassen. Leg alvast een handdoek klaar waar je straks je kwasten kan laten drogen. Was je kwasten met lauw water. Niet te heet en niet te koud. Als je te heet gaat doen, kan het de lijm laten loslaten van je kwast. Zorg ervoor dat je altijd wast met je kwast gericht naar beneden. Want anders kan het zeep teruggaan naar je lijm en dan kan het weer loslaten. Zorg ervoor dat je echt al het zeep eruit wast en daarna moet je shapen. Dit is zo belangrijk, want anders kan het de vorm van je kwasten verpesten en dan kan het verkeerd opdrogen. En dit moet je dus doen met al je kwasten. Was zo lang mogelijk, zo intens mogelijk. Vooral met je foundation kwast, want dat is echt super belangrijk. Was je gezichtskwasten minimaal 3 tot 4 keer per week en je oogschaduwkwasten 1 keer per week. Het ligt eraan, het ligt ook aan hoeveel kwasten je hebt, maar dit is hoe ik het aanraad. Plaats je kwasten op een handdoek en zorg dat ze naar beneden wijzen. Als je dit niet doet, dan zorg het ervoor dat het water weer teruggaat in de hendel van je kwast en dat is niet de bedoeling. En nu is het tijd om je kwasten te laten drogen. Zoals je kan zien heb ik ze op tegen een muur aangelegd, zodat ik ze schuin naar beneden kan laten wijzen, goed kunnen opdrogen. Ik heb dit binnen 2,5 uur laten drogen en ze zijn helemaal klaar en helemaal schoon. Dat is hoe ik mijn kwasten schoonmaak. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je een beetje wat van hebt kunnen leren. Ik weet dat het echt ongelooflijk vermoeiend is om je kwast schoon te maken. En trust me, ik ben er heel erg lui mee. Maar je moet eigenlijk minimaal 1 keer per week je kwasten schoonmaken. Want er zitten zoveel bacteriën. Ik heb vandaag een make-up look gefilmd en mijn kwasten zijn gelijk weer helemaal smerig. Het kost eigenlijk niet zoveel tijd als dat het lijkt. Ik hoop dat je het leuk vond. Het is eigenlijk heel erg makkelijk om te doen. Ik weet dat ik hierover ook een blogpost heb geschreven. Dus de link zal ik eronder plaatsen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!